gaan we naartoe. Naar Moordrecht. Ga naar Moordrecht, naar je vriendje. Hij is nu aan de. Je bent wel wilde, hè? Je bent wel wilde, jij, hè? Energie, hè? Ja, dat wel, ja. Wat zo, man. Mooi. Maar... Lekker vrouw wel, jongen. Wat? Yo. Kom eraan, man. Zie je zo. Yes. Nou goed, ik zie je zo nog wel even. Ja, nee, ik ga zo weg. Oh, oké. Okay. De rustig aan. Oh, is niet zo ver, hè? Hoe lang is dat rijden? Dan rijd ik zo terug, want ik ben over die afsluitduik gekomen. Over de afsluitduik? Oh, ben je gek van, man. Wat dan? Ja, nee, doe je goed. Over ja. De afsluitduik. Ja, weet je, dat is korter, man. Over de Lelydijk zeker. Ja. In Huizen. Ja, klopt. Waar moet je dan komen? Apeldoorn. Apeldoorn? Ja, s'morgens is dat makkelijk toch? Ja. Maar zo, nou, dan kun je gewoon doorrijden terug of zo. Wat? Amsterdam. Ja, ga ik ook doen. Is toch leuk? Ja, doe nou, maar. Dat is goed. Ja? Rustig aan. In de auto? Wacht even voor een keer. Tuurlijk. Lidie. Doe maar hoor. Ja, ja? Super, okay. Leuk hoor. Doe voorzichtig met mijn zus. Altijd, die gollum hè? Ja, maar... Ik heb hem al. Oh, goed zo. Ik heb hem al. Doei. Ah, is een zusje. Ja joh. Is ze beschermend? Hè? Ja, zij is heel beschermend naar mij toe hoor. Oh, leuk. Ja, zij is een beetje mama af en toe. Dan ga ik weer naar een festival en dan zeggen ze, Wendy, doe wel voorzichtig. Hé hey, pap. Zij ook echt, je moet wel je rijbewijs meenemen, want hij wordt nogal eens aangenomen, of aangehouden. Wie? Jij? Ik in haar, joh. Niet? Ik ga wel rustig, man. Ik ben heel... Ja, ze zei, je moet wel even je ding meenemen, want stel je wordt aangehouden, dan moet je wel kunnen identificeren. Nou, daar heb ik zelf niet eens aan gedacht, joh. Dan moet jij rijden. Ja, oeh, hey. Kan jij rijden? Tuurlijk kan ik rijden. Heb je auto? Ja, die Audi is voor mij. Oh, mooi, mooi. Ja, man, doei. Doei, ja. Je hebt een lieve vader, man. Ja, mijn vader is echt super lief. Echt Amsterdammer, hè? Ja, hij is wel Amsterdams, ja. Mooi, toch? Ja, zo'n import. Hij heeft alleen maar dit... Ga je doorrijden? Tuurlijk. Even snel, even snel. Ik moet even steken. Ik leg dit even hier. Ja, leg maar neer, hoor. Wat je wilt. Ik heb daar een watertje voor je. Oh, wat lief. Als je het doorzet... Nee, ik moet niet vergeten dat ik mijn sleutel... Want ze gaan allebei weg zo meteen, dus dan... Maar dan moet ik weer terug naar je. Moet je weer ophalen. Even doorheen, ja. Dat is toch helemaal niet wat je wil. En waar, jij komt uit Apeldoorn. Ik woon in Apeldoorn met mijn vrouw samen. Oh ja, mijn zusje vindt je vrouw echt een topper. Dat, mijn vrouw? Ze zei, oh, je moet echt even zeggen dat ze vrouw een topper is. Hoe kan dat nou? Nee, mijn vrouw is lief. Hoe kan dat nou? Hebben ze verkeerd gekeken? Ik weet niet of ze verkeerd hebben gekeken, maar ja, geen idee. Ja, dat ze zei, je moet even zeggen dat ze vrouw. Nee, mijn vrouw is wel lief. Maar ik heb echt een lieve vrouw, een knappe echt vrouw. Een stoere vrouw heb ik. Jij bent ook een stoere vrouw, toch? Je hebt toch fitness? Ja, ik ben wel op kast toe. Ik kan binnenkort solliciteren bij de IKEA. Ja. Nemen ze misschien naar onze kast. Nee, maar je doet toch fitness en zo? Je bent een fitnessmodel. Ja. Zo ben je toch groot geworden ook? Huh? Zo ben je ook groot geworden toch? Ja, eigenlijk wel ja. Op Instagram toch? Ja, eerst een beetje af en toe wat delen op stories, want ik vond het eng toch. Ik dacht ja, zitten mensen hier wel op te wachten, maar... Nou, dat denk ik wel. Ja, op zich wel ja, maar ik weet niet, dat mensen toen zo positief reageren, dacht ik hé, ja, dat is leuk. Dat is goeie. Ja, dus en nu heb je samenwerking of je hebt een bedrijf ook? Ik heb wel een bedrijfje aan. Ik heb productiebedrijfje? Hè? Productie toch? Ja, het heet Vlaar Productions, ja. Maar het is niet echt dat ik daadwerkelijk zelf aan het filmen... Ja, ik ben mezelf aan het filmen, ja. Maar ja, ik maak wel dingen, alleen het is meer voor shoots en zo is het handig als je gewoon facturen kan sturen. En voor samenwerking en zo, dus ik verstuur gewoon voor... Nee, niet ik, mijn vader. Ja, ja, ja. Mijn papa is mijn boekhouder. Is dat je manager ook, je vader? Huh? Is dat je manager? Nee, hij is niet mijn manager. Heb je wel een manager? Ja, ik heb wel een manager. Oh. Ja, ik had dat ik vorig jaar in Amerika zat voor het tv-programma toen ineens toen... ja, ik ging meer posten, maar ook gewoon leuke bikinifoto's. En mensen houden ervan als je op vakantie bent of zo, weet je wel. Ja. Dan denken ze, oh, waar is zij nou weer heen? Wat doet ze in Miami? Ja, dat vinden ze mooi. Ja, is mooi. Dus toen had ik ineens 50.000 volgers, dacht ik, zo, dat is leuk. En toen was er een agency dat mij benaderde en die zei, hey, we willen wel graag jouw management doen. Dus dat ik weer terug in Nederland was, heb ik gemiet met hun. En toen... Stroomvlieg, bij jou?
Wat? Ja, die komt natuurlijk op jou af. Nee, ik woon hier in de weilanden, joh. Ik heb het ook thuis. Ja, ik woon echt in een boerengat, joh. Ja, lekker, man. Is, ja, wel, is ik... er wel wat te doen hier? Gewoon samen? Verveel je je nooit? Natuurlijk, ja, ik ben hier nooit. Ik ben hier alleen om te slapen. Oh. Ja, en om te eten. Ja? Wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Hè, wat ik ga doen? Ja. Overdag bedoel je? Of, ja, wat doe, als je hier niet bent, wat doe je dan? Of ik ben bij mijn vriend, of ik ben bij... ja, ik ben vaak foto's aan het maken. Foto's zelf? Of, in de sportschool en of draaien. Maar heb je dan iemand die jou helpt of zo? Waarmee? Met die foto's maken. Nou ja, het is meer... ik heb gemerkt dat op Instagram het vaak beter gaat als je bijvoorbeeld met je telefoon foto's maakt. Want mensen kunnen zich dan daarin herkennen. Ja. Maar het is wel fijner om gewoon professionele foto's te hebben. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele goede vriend van me geworden, is Sean. Die maakt heel veel foto's, maar die doet het ook echt goed. Mm. En Michel, dat is ook een vriend van me geworden door de jaren heen. En dan zeg ik gewoon, hey, ik heb nieuwe sets van de Hunkemuller. Gaan we even foto's maken? Maar je bent ambassadrice, hè? Van, ja, gewoon ambassadeur. Hoor. Ambassadeur van Hunkemuller. Hunkemuller, ja. Ik heb wel gemerkt van, als jij foto's op Instagram zet. Ik heb even gekeken. Even gekeken. Dus als je gewoon foto's erop zet. Niet zo veel. Gaat niet zo. Maar als je lingerie dan. Is toch, ja. Ja, ik weet niet. Het oog wil wat het oog wil, hè? Ja. Nee, ik vond het eerst heel eng, maar mijn, weet je dat, ik ben er toen mee begonnen dat mijn ex die zei, hoezo post jij geen bikinifoto? Zei ik, ja, dat vind ik eng, ik weet niet. Toen zei hij, boeien, maar ik bedoel gewoon dat ik echt, oké, nou als hij het al zegt, yeah, misschien dat het dan wel gewoon oké is of zo. Dus heb ik vorig jaar voor het eerst een bikinifoto gepost en die werd toen echt 6000 keer geliked, terwijl ik echt maar 8000 volgers had. Meen je niet? Dus ja, joh. En is het dus eigenlijk een idee van je ex? Ja, het was een idee van mijn ex, ja. Die, oh, zeg maar, hij had een jacuzzi thuis. Yeah. En hij zei, ga ons gewoon in die jacuzzi zitten, maak ik een foto van jou. Ik zei, oké, weet je wel. Dus toen uiteindelijk, toen ging hij foto's... Ik heb ook een camera gekocht toen. Ik heb leren foto's maken, foto's editen. En dan gingen we gewoon, waar hij woonde, hij woonde in Brabant, gingen we daar gewoon lekker foto's maken en zo. Ja. Oh, leuk. En zo ben je begonnen? Nee, ja, eigenlijk wel, ja. En het was... Ik wilde eerst niet elke dag posten, want ik dacht, ja, zitten mensen daar wel op te wachten? Ja. Willen ze dat wel? Maar ja, toen had ik een meid die had echt 30.000 volgers en ik had er toen 8. Ik dacht, boeie, ik vraag haar gewoon wat, hoe ze dat heeft gedaan. Ja, tuurlijk, zo leren. Dus ik zei, hey, misschien een rare vraag, maar hoe kom jij aan zoveel volgers? En ze zei, ja, ik post gewoon elke dag. Toen dacht ik, nou, oké, ja, boeie, dan doe ik het ook maar gewoon. Dus jij post elke dag? Nou ja, nu ondertussen niet meer elke dag, maar in de beginfase ging ik echt elke dag posten. En nu, waarom niet elke dag wat meer? Waarom? Ja, af en toe heb ik het gewoon druk. Oh. Ja, en dan als ik het druk heb, dan schiet het er wel eens bij in. Want als ik een shoot heb en ik zit in de make-up, ga ik niet ondertussen zeggen, oh ja, sorry, wacht even, ik moet even een foto posten op Instagram. Ik zet wel vaak een wekker, zodat ik het niet vergeet. Wat? Het posten doen? Ja, zeg maar, ik doe dan een wekker. Ik doe hem van tevoren bewerken en tekst klaarzetten en oh, zo. Ja. En dan ga ik me wekken en denk, oh ja, wacht, een foto posten en dan gaan we verder. Oh, meen je? Ja. God zo, dus je bent echt weer bezig wel. Ja, tuurlijk. Ja, kijk, het komt niet aanwaaien. Nee, maar het is niet dat je af en toe eens een keer zo op de story, want op die feed begrijp ik wel dat je gewoon... Ja, helemaal... nee, op de story wel hoor, maar ja, dan ben ik gewoon, net zoals nu, dan zou ik even mijn telefoon, hey, ik ben vandaag met Anne. Dat zou ik niet doen, maar ik zou gewoon alleen een foto maken en dan zou ik mensen een beetje in het diep gooien van, wat is ze nu aan het doen? Wat ja, is nou aan het doen? Ja. Maar ik zou wel meer willen praten dat, op Insta. Dat moet ik ook doen. Ik moet dat ook, want ik soms zet ik een foto erop en dan zet ik er niks bij of zo. Weet je, en dan denken mensen, ja, wat is je nou aan het doen? Wat ja, is je nou mee bezig? Ja, leuke foto, maar waar gaat die heen? Of, ze zijn nieuwsgierig toch, de mensen? Ja. Ze willen alles weten. Nou ja, ik las laatst in een boek, want ik lees ook heel veel boeken. Mensen, als jij jezelf interessant vindt, dan ga je uiteraard meer plaatsen en meer laten zien. Maar ja, mensen vinden dat ook interessant, omdat ze dan meer een kijkje kunnen nemen in jouw leven. Ja. Dacht ik, wow, dus ik moet mezelf gewoon interessant vinden. Ja, vind je dat ook? Nou ja, af en toe niet. Maar dan, zeg maar, ik ben laatst gestopt met voor een baas werken. Oh. En toen dacht ik van, zo, nu ben ik wel echt voor het eerst dat ik denk moest van... Moest je huilen? Stopte? Nee. Het was zeg maar, ik heb, lang verhaal kort, ik heb eerst op school gezeten. Ik heb 2 bachelors gehaald. En toen ging ik bij de Rabobank werken. Ja. Ik dacht, ja, ik ga een corporate ladder beklimmen. En toen zat ik in de trein elke dag, dacht ik, is dit aan mijn leven? Ja, wil je dit ook? Wil je dit de rest van je leven doen? De hele dag in die trein zitten en dan... Nou, ja, maar mijn vader is heel erg, weet je hebt 2 bachelors gehaald, je moet voor een internationaal bedrijf gaan werken, want hij heeft nooit een bachelor gehaald. Ja, hij heeft wel een eigen bedrijf gehad, hij is ondernemer geweest. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar ik naartoe wilde, hè? Ja. Maar dat moest ik echt niet gaan doen, allemaal beren op de weg. Ja. Maar ja, dat ik toen zei, ja, ik wil weg bij race de bank. Race dood soms, race ook dood, die beren. Ja, ik was er overheen zo, nee. Nee, ja, ik wil dus wel laten leven, want ik vind beren wel leuk. Ik ook, pandabeertje vind ik wel. Panda, ja. Nee, een pandabeer. Ja, ik vind koalabeertje ook wel lief, ja, koala. Maar zo'n boompje, weet je wel. Mijn zo. Moeder is in Australië geboren. Wat? In Australië, waar? Ja, niet Melbourne, maar... Sydney? Nee, Perth, geloof ik. Perth. Dus jij bent ook half Australisch? Wow, nee.
Maar je kan er wel heen, zeg maar. Ja, ik kan wel. Ben je al vaak geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Maar ik kan ook. Nog nooit geweest? Nee, in al je leven niet? En wat is het? Nee, ik hou niet van vliegen. Nee, vooral niet 24 uur. Ben je gek? Dat is dat nu eerst een dag vliegen? Ja, 24 uur. Dat is echt wel lijp, jeetje. Moet je overstappen en zo, weet ik het. Allemaal gekkigheid. Maar op zich, dan zie je wel een andere kant van de wereld. Ben je wel eens in Amerika geweest dan? Ja, Amerika wel. Ja? Dallas en Boston ben ik geweest. Ja, en jij? Ja, ik ben dus ook één keer in Amerika geweest door dat programma. Maar wat voor programma was dat? Ja, het heet Au Pairs. En dan, dat staat ook in je bio, hè? Ja, dat moet je dan in je bio zetten. Weet je. Moet niet, maar het is wel leuk als Moest je bij mensen, was je gewoon au pair? Ja, het is zeg maar zo dat bij het programma word je dan bij een gezin neergezet, maar je weet niet van tevoren wie. Mm. Dus ja, ik kwam toen toevallig bij twee gezinnen die echt dramatisch waren. Ja. Ik was echt assenpoes. Ik heb nog nooit zoveel schoongemaakt in mijn leven. Nee, je niet? Ja, echt lag een kakkelak onder mijn bed en liepen letterlijk beestjes binnen in de keuken. En ik dacht alleen maar, oké, ik ga dit schoonmaken, ik ga dit fixen. En dan was ik echt alleen maar aan het schoonmaken, de was doen. Echt, ik doe thuis ook wassen en schoonmaken, maar gewoon, ik hou het bij. Ja. Maar als je het niet bijhoudt, ja, dan wordt het echt een bende. Ja, tuurlijk. En daar kan ik echt niet tegen, hoor. Dus die vrouw zei ook, ja, ik wil gewoon iemand die meer structuur erin brengt. Dus ik hoop dat Wendy me daarbij kan helpen. Nou, Wendy heeft geholpen, maar... Ja, ik was echt sloof daar. Ja. Yeah. Dat was echt een verkeerde wereld. Hoe lang duurde dat dan? Ja, het duurde 3 maanden. Maar daar? Moest je 3 maanden daar zijn? Nee, het was meer op een gegeven moment ging ze vet tegen mij schreeuwen. Want ik had een schema gemaakt waarin ik gewoon 40 uur werkte. Want die andere meiden die hadden wel chille gezinnen. Yeah. Die konden gewoon in het weekend uit en die konden hun ding doen. Au pair zijn, want je bent aan het werk. Maar je hebt dan ook tijd voor jezelf om leuke dingen te doen. En ik was zeg maar van vrijdagmiddag tot en met zaterdagochtend vrij. Dus ik kon precies niks doen. Nee. Want ik zat ook vetter van die andere meiden. Dus ik kon niet even een Uber pakken. Want het kostte ook $50 per keer. Dat ik, ja, oké, nou ja, prima voor een paar keer. Maar ik ga niet elke week die Uber betalen. Dus die meiden zeiden, hoezo zeg je niet gewoon dat je in het weekend gewoon vrij wil? Want dan kun je met ons wat doen. En dan kan je een hotel pakken. En dan dacht ik, hé, dat is een goed idee. Dus ik had een schema gemaakt. Ik dacht, nou, dan ga ik dat voorleggen aan haar. Dan kunnen we er samen vast wel uitkomen. Het eerste wat ze zei was, ik ga echt niet naar je schema kijken. Jij werkt voor mij, dus ik maak een schema en daar gaan we naar kijken. Ja. Dat ik echt... Ja, dus dat was niet helemaal leuk. Waar is dat te zien, dat programma? Op NPO. Maar nu is het al eraf, want het is wel bij NPO Plus. Maar het was op televisie van juni tot juli, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Okay. Het was op tv. En jij hebt een vriend, zeg je? Ja. Hoe staat je vriend daar tegenover? Dat jij gewoon in lingerie op de... Nou, weet je, ik heb al eigenlijk sinds kort een vriend. Oh. Dus weet je, hij heeft niks te zeggen. Nee, ja, kijk, tuurlijk, als ik iets zou posten wat misschien op het randje zou zijn, dan zou ik dat wel horen van hem, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook, dat zou ik zelf ook niet willen. Nee. Ik post alleen dingen waarvan ik denk van, dit vind ik mooi. Ik vind het ook gewoon artistiek of zo. Nee, het is ook denk mooi. Ik, het is ook mooi. Ja. Ik kijk altijd een paar keer zo. Alle kanten ga ik kijken. Even inzoomen hier, inzoomen daar. Ik zie die buikspieren hier, Wendy, wat is dit voor vet? Ja, je hebt een vet rolletje. Ja, ik zag laatst een foto van een fotoshoot van mij, dat ik, jezus, daar was ik echt voller. Alleen, dan denk ik, kon het door de lens dat ik voller lijk, of was ik echt voller? Ja. Yeah. Want naar mijn idee ben ik niet opeens afgevallen of zo, maar... En sport jij ook nog een beetje? Of, niet veel. Ik 2 keer in de week. We hebben wel dezelfde broek aan, man. We hebben dezelfde broek aan! Kan dat nou? Ei! We hebben dezelfde smaak. Twee spinning! Lekker. Heb je ook een riempje erbij? Ik heb geen riempje, hoeft niet. Ik heb toch een dikke pens. Is jouw pens uit de roem? Ja, hij is hier. Ik train hier al die sixpacks. Ja, train je veel? Ik trainde dus eerst wel veel. Toen ging ik naar Amerika, toen kwam ik echt 4 kilo aan, omdat daar in Amerika zit overal kapot van suiker in. Zelfs in de havermout zit suiker, maar gewoon echt veel. Yeah. In toast hoeft er niet eens boter op te doen, want er zit gewoon al suiker op. Overal staat bij hoeveel calorieën erin zit, dat je denkt, ik wil niet eens weten wat er in mijn eten zit. Nee. Hou op! Oh, ben je nou aan het clearen? Ja. En ik heb ook altijd, als ik aan het eten ben, dan eet de tafel mee, zeg maar. En gisteren was ik aan het eten, toen zei mijn zusje, zo Ben, je hebt voor het eerst niet op de grond gecleared. Zo netjes. Ja, ik kan wel goed eten in een restaurant. Want ja, dan doe ik even mijn best. Je hebt wel manieren, net meisje ben jij. Nou, ik hou wel van verzorgd zijn, zeg maar. Ja, dus ik ga niet in een restaurant zitten en dan... Wat een slechte dag vandaag. Hè? Leon! Ja, jezus, ja. Ik bedoel, ik heb geen stijl, want ja, deze broek draag ik ook. En... Ziet er goed uit, nee. Ik heb wel mijn best. Nou ja, ik doe gewoon ik heb niet... Mijn vriend zei, beter ga niet in de auto met hem zitten als pop. Dus toen zei ik, zeg maar, ik doe wel eens shoot voor Marokkaanse bruiloften en zo. Yeah. Dat is echt geweldig, want dan word je echt opgemaakt als prinses. Yeah. En dan krijg je een kroontje op de voel je helemaal koningin. Maar die make-up is prachtig.
Ja, ja. Dus ja, dan komen je ogen nog beter uit en dan lijk je niet meer op jezelf, maar het is wel gaaf. Ja. Alleen, weet je, ik ben wel eens met hem aan het FaceTime en dan, ja, dan zie ik er echt uit als een of andere etalagepoepje. En dan zegt hij van, je moet niet zo in die auto gaan zitten hoor, want... Dat heb ik elke dag. Hè? Wat dan? Een pop naast me zitten. Wat dan? Melissa. Wat dan? Die zit helemaal onder. Dat is op een nep. Ja, oké, okay, maar aan de ene kant als het mooiste is mooi toch? Ja, ja, bedoel, wat je niet hebt, kan je kopen. Lekker wijfje heb ik echt. Ik ben helemaal gek van mijn vrouw, joh. Hé, hey, ja? Maar hoe heb je... Dus hoe lang ben je nou met je vriendje? Nou, eerder, ik heb hem pas gevraagd op 22 september. Och, dat is echt super kort. Man, echt pril. Ja, alleen ik ken... Dit is een heel gek verhaal, maar ik had hem dus gezien op een festival. Alleen ik wist helemaal niet wie die was. Ik zag hem toen, zeg maar, staar in de verte. Yeah. Dacht ik zo, jij bent echt knap. En daarna toen, ik heb hem niet meer gezien verder. Dat ik echt, oké, jammer, maar die jongen, die vond ik echt knap. Yeah. En toen uiteindelijk ging ik naar een ander festival. En toen zei ik, had ik iets gezien op YouTube over manifesteren en zo. Toen dacht ik, oké, ik ga het nadoen wat die vrouw zegt. Dus zei ik, oké, die jongen van Super Size ga ik zien op Harmony, hardcore. Ja. Dus toen, ben je hardcore top, ja? Ja, ik draai ook Ja. Oh, je bent zelf DJ? Ja. Ben je? Ja. Hardcore stijl? Ja, ik draai hardstyle en al. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met uptempo. Dus. Maar dat is echt wel hard hoor. Ja, ja, ja. Maar dat is wel eigenlijk waar mijn hart ligt, zeg maar. Die harde, euforische deuntje en dan tap, tap, ja. Ja, helemaal leuk. Maar goed, ik dacht, ik wil die jongen zien op dat feest. Want hij gaat ook vaak naar feesten. Mag ik hopen in ieder geval. Ik hoop dat het geen dagjesmens is, want dan wordt het dan niks. Maar toen liet een vriendin van mij een foto zien de dag daarna. Van haar outfit, want ze had het vorige week zo'n leuke outfit aan. En daar stond een jongen op. Ik zei, dat is die jongen. Nee. Dus toen wist ik wie het was. Toeval. Ja, nee, toeval bestaat niet. Nee. Nee, dus ik ben hem gaan volgen op Insta. En toen ben ik ben tegen hem gaan praten. Nee. Ja. Dus ik heb mijn nummer, ik heb mijn Snapchat gegeven aan hem. Nee. Ja, oké. Durfde hij niet? Nou, ik had was zeg maar... Verlegen? Ja. Echt? Hij dacht, die is zwaar buiten mijn bereik. En eerlijk, waarschijnlijk... Ik heb geen foto van hem, wil ik wel zien. Ik ben wel benieuwd nu. Ja, kijk, kijk, kijk. Kijk, jij bevalt. Ja. Ik kaal, oud, met blauwe ogen, vind jij mooi, hè? Jij? Nee, maar wacht, ik ga het even opzoeken. Deze wel. Ja, toen zagen we er ook, we waren allebei helemaal niet in. Dat is helemaal goed. Ja. Oh, dat is heel mooi. Ja. Ja, jullie staan goed bij elkaar. Nou, dat vind ik dus ook. Ja, ja leuk. En hij komt daar, waar komt hij vandaan? Moordrecht. Moordrecht, bij Rotterdam. Ja. Rotterdam, ja. Yeah. Het trainen was bij Fox Gym. Ja? Zo lijkt het. Ja, van die zwakke techno en zo, weet je wel. 3 kilometer deze weg volgen. Wacht even, wat hij hier. Waar gaan we naartoe? Naar Moordrecht. Ga naar Moordrecht, naar je vriendje. Nee, hij is nu aan de weg. Jij bent wel wilde, hè? Jij bent wel wilde, jij, hè? Energie, hè? Ja, dat wel, ja. Godzame, man. Mooi. Maar... Lijkt mijn vrouw wel, jongen. Wat? Jij lijkt mijn vrouw wel. Ook zo druk. Ja, zo... Nou, het hangt er vanaf, maar als ik enthousiast ben, dan kan ik... Ja, ja, ben je enthousiast vandaag? Ja, ik ben wel enthousiast, ja. Ja, 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 wel enthousiast. Maar mijn vriend zei ook, ben je zenuwachtig? Nee, ik ben gewoon heel enthousiast. Nee, niet ik heb er gewoon zin in. Dat is gewoon leuk. Ja, leuk toch? Lekker ouwe hoeren, man. Ja. Ja, niet te moeilijk te doen en maar zo. Wat was je vraag? Nee, want ik ben de vraag vergeten. Jij bent hem ook vergeten. Ja. Wat was je vraag nou? Helemaal vergeten. Ja. Nee, dan ben ik het ook vergeten. Oh. Even terugspoelen. Mario, zeg eens. Ik heb een oortje in, hè. Heb je een oortje in? Ja. Niet. De mogelijkheid is wc. Dat is niet. Natuurlijk niet. Moest je weer plassen? Opeens zat dat ding de mogelijkheid als ik... Nee, ik heb geen oortje in, hè. Ben je gek of zo? Wat ben je gek, zeg. Nee, tuurlijk niet. Ik ben wel een beetje gek, ja. Maar prettig gestoord noem ze. Ja, leuk man. Ik heb ook een cadeautje voor je, eigenlijk. Heb ik een cadeautje voor mij? Ja, zeker. Voor mij? Ja, moet je wel eens pakken. Easy Toys ook. Nee, ja, bijna. Mijn Toys. Mijn Toys is dat. Kijk, die kan je, deze kan je mooi aandoen voor... Voor mijn vriend. Nee, voor Instagram. Voor de kijkers toch? Krijg je allemaal volgers erbij. Moet je even Wendy Vla volgen op Instagram. Volg mij, maar gaat ze deze, deze gaat ze aandoen voor jullie. Ja, dan doe ik even op TikTok zo'n trial and hole. Wat is dit? Een lace teddy with open crutch. Oh, echt? Ja? Met open crutch, ik ga stuk. Ik had het niet eens gelezen, gek. Sorry, ja. Sorry. Maar dit vind jij dus mooi, dat paars en zo. Je bent wel een beetje, dus je denkt paars vind ik wel echt leuk. Ik ook, paars. Ja. De nieuwe iPhone 14 Pro, die is wel echt nice. Hé. Dat licht paars is echt lijp. Dat is mooi, hè? Ja, en ook die foto's. Oh, maar volgens mij is het beeldscherm wat gewoon mooier is. Ja, die camera is beter, hoor ik. Ja, maar dat zeggen ze elk jaar. Mijn vrouw heeft hem ook, die 14. Ja? Kijk wat je... Oh, hey! Hey! Die kan je vriend... die afstand met die... Kijk dit nou! Moet jij aan je vriend geven. En dan kan hij... naar het restaurant gaan, weet je wel. Hij kan regelen dan. Oh. Hij kan de snelheid en zo volgens mij regelen. Dat is wel leuk. Een Toy Joy. Maar kan die ook open?
Oh my god. Wat is dit? Die laat die maar zitten. Die is wel leuk voor jou ook. De maat van je vriend. Nee, die is wel iets groter. Hé, maar kijk. Die moet je geen aan hem. Ga maar lekker zuigen, schat. Lekker sabbelen. Oh, gaan we dan? Oh, ik ben helemaal... Jij bent helemaal, hoe zeg je dat? Flabbergasted. Flabbergasted. Je weet helemaal niet meer, kan je een beetje Engels of niet? Ja, yeah, of course. Of course, of course, mijn naam. Ik heb daar 5 jaar gewoond. Echt? Ja. Yeah. Moet je klaar op die? Nee. Doe maar. Jij durft wel, hè? Ja, maar weet je, als jij boven de kluip, dan is het misschien niet ik, maar jij. Oh, je hebt geplast net. Wat? Je hebt geplast net. Waar zijn we nu dan weer? In de buurt van jou? Hey, maar wat wil je nog, wat doe je nog meer? Je bent DJ, productie. Dat is jouw werk nu. Ja, mijn werk is zeg maar wel echt shooten. Dus elke week heb ik shoots voor bedrijven waarbij ik of sport shoot of kleding of producten. Oh, ik zag dus ook zeg dat maar... je dingen had, hè? Shakejes of zo, hè? Ja, dat is zeg maar voor Instagram. Dus ik heb ook samenwerkingen die mij dan betalen. Oké. Dat komt of maandelijks terug of het is een eenmalige samenwerking. En met mijn manager die ik nu heb ik echt een plan voor het komende jaar vastgesteld. Yeah. Voor Q4 dit jaar hebben we nog een aantal doelstellingen die we willen behalen. En dan voor Q1, 2, 3, 4 volgend jaar ook. En dan komt ook YouTube daarbij kijken en een plan voor TikTok en een plan voor, ja, eigenlijk voor alle social media. En nu wil ik mezelf meer focussen op YouTube, want ik vind YouTube wel echt een heel mooi medium. Ja, een mooie platform. Ja, je krijgt en betaalt als je het goed doet. Ja. En je kan iets waardevols delen. Ja. En bijvoorbeeld TikTok, dat is wel leuk, alleen ik zelf hecht ik daar minder waarde aan ofzo. Ik vind het leuker om echt video's te maken. Heb jij veel volgers op TikTok? Nee. Moet je doen, man. Ja, ja, weet je wat het is? Het is het grootste van allemaal. Ja, nu wel, ja. Maar het is meer dat mijn nichtjes echt 7 waren of zo. Toen hadden hun al TikTok. En toen zei ja, TikTok. En dat ik echt wel zin meer voor dansplatform. Ja, ja, precies. Ik ga toch geen dansjes doen waar kinderen op zitten. Nee, dat was en het nu toen, denk ja. Ik echt, oei, ja, ik ben eigenlijk veel te laat ingestapt. Maar het is nooit te laat. Dus. Nee, natuurlijk, ik kan gewoon beginnen dan. Ik heb gisteren had ik een video gepost. En die is op zich nu wel redelijk goed bekeken. Dan denk ik, oh, hey, het kan dus wel. Mm-hmm. Dus ja, ja ik moet gewoon iets vaker posten en dan komt het vanzelf wel goed. Maar eerst maar zie 10.000 volgers aan behalen op TikTok. Op Instagram heb ik er best wel veel, maar op 110.000 TikTok... nu op ja, bijna. Instagram? Ja. Netjes, hè? Maar het is gewoon vanuit jezelf is dat gekomen, ja. Hè? Dus je hebt daar geen hulp van gehad en gewoon... Nee, gewoon inderdaad elke dag posten. En ik moet zeggen dat het algoritme laatst is veranderd. Daarvoor had je een paar keer een foto en die werd echt super vaak geleid. Gewoon echt bijna 80.000 keer of 85.000 keer. Ja, dan ineens had ik super volgers erbij. En wacht toen, even, wat zijn dat? 85.000? Ja, 85.000 likes. Maar er zijn ook meiden die hebben 100.000 likes. Of er was één meid die had zelfs 320.000 likes. Nee. En ze heeft zelf had ze 100.000 volgers. Dus dat komt dan, ik weet niet hoe, want ze had geen hashtags gebruikt. Geen, ja, volgens mij 3 of zo. Maar er zijn ook meiden die gebruiken geen hashtags. En die hebben ook 60 of 100.000 likes. Dat je denkt, hè? Dus ik snap het algoritme niet helemaal meer nu. Nee. Maar ja, ik blijf gewoon proberen. Try out ever. Oh man. Nee, maar bijvoorbeeld, ik wil heel graag, mijn doel is eigenlijk om op televisie te komen en te presenteren. Net zoals bijvoorbeeld Wendy van Dijk of Linda de Mol. Dat zou lijkt me echt, kunnen, ja. Ja, maar dat vind ik ook echt superleuk. Je bent echt sterk, verbaalsterk, en je bent energie, heb je, ja. Je ziet er goed uit. Nou, oh, dankjewel. De achterkant bedoelde ik, maar... Hallo. Ja. Nee. Weet je wat ik ook wel mooi vond? Nou. Daar heb je 3 foto's zo, dan doe je op een feed en dan... 3 van die... van die mooie foto's. En dan helaas, dat vind ik zo mooi. De wormvis, ja. Ja, dat vind ik zo mooi. Wendy, ik heb ook wel eens mannen die dan zeggen... Ja, dan ben je zo mooi en dan doe je ook nog zo'n raar gezicht. Dat verpest het zo erg. En dan denk ik echt... Exact. Ja, een beetje ben je ongesteld of zo. Hou ja. Op, ja. Nee, maar ik vind dat juist leuk. Ja, ik moest toen lachen. Ik zag dat een keer. Ja. Zag ik deze niks zo. Want dat zou mijn vrouw ook doen. Dat zou mijn vrouw ook doen. Zo. Ja. Of iets raars, weet je wel. Ja, leef een beetje. Tuurlijk, who cares? Iedereen is raar. Ja. Alleen iedereen heeft zijn eigen manier van raar. Is het ook? Inderdaad. Ja. Hey, let je nog een beetje op de eten en zo? Nou, mijn basis is altijd goed. Dus in de ochtend deed ik altijd gezond. Oh. En daarna zie ik het eigenlijk altijd wel. Oké, dus de ochtend alleen ja, maar... Ja, ik eet altijd havermout, proteïne of ik... Nou ja, ik heb zeg maar, of ik maak een drapje, lijkt dat kots. Dan doe ik zeg maar havermout met amandelmelk en dan doe ik warm maken, dat gaat borrelen. Dan doe ik heel veel kaneel erbij, dan doe ik een half banaantje erdoorheen. En dan met walnoten ernaast in een bord met pindakaas. Mm. Ja, dat is best wel lekker. Dat is veel, of niet? Ja, wel lekker. Maar of ik maak een bafel, dan doe ik 50 gram havermout met 30 gram proteïnepoeder en water erbij. En pindakaas wacht en wordt het een drapje. En doe het in een ja. Je zegt 30 gram, dit. Hoe? Een scoop is 30 gram, dus je doet gewoon. Oké, 1 scoop is 30 gram. Maar jij zegt, hoeveel zijn nou? 50 gram, ja, ik heb wel een weegschaaltje hoor. Dus je gaat echt op de weegschaal. Ben je ja, niet? Ja,
Oh, ja, meten is weten. Ja, weet ik wel. Ja, dus ik bedoel, als je niet weet wat, meten, maar als je nootjes, walnoten, zit kapot van calorieën in. Wel goede vetten, maar ja, je moet die nootjes tellen. Twee. Nee, ik doe gewoon één handje zo, zeg maar zo. Ja? Echt? Ja. En dan zo. Zandding. Vanwege alles en zo. Ja, maar nee, je zusje niet, hè? Je zusje nee, die is echt tegenovergesteld van mij, joh. Dat is echt heel bizar. Oh. Die, ja, die is gewoon, nou niet per se simpel, maar die is gewoon, die vindt allemaal prima, ja, weet je. Die doet lekker werk en die gaat lekker met de vrienden wat doen. En die is gewoon, ook ik heb nu een topje aan waarbij mijn borsten dus een beetje uitkomen. Ze zei, ga je dat aandoen? Ik zo. Dat had ik nog niet gezien dan. Ja, nee, mijn gordel zit voor. En ik had eerst dat ik het jasje open. En toen zei mijn zusje, ga je dat echt aan? Ik zo. Oh! En nu? Dat is afgeleid. Dat is afgeleid. We gaan die ballen eruit doen. Ja, inderdaad. We gaan die ballen. Ja, de ballen hangen er. Ik zag een keer zo'n kerel dat zo'n foto met zijn vriendin. En die zo. De ballen hangen goed bij dit jaar. Dat ik dacht, nou humor. Ja, nee. Ja, gewoon leuk. Ja, man. Geweldig, man. Overlopen. Zet mijn muis. Ga je doorrijden? Nee. Zijn klaar. Zijn klaar. Ga je afzetten. Je bent klaar ermee. Je hebt oren van de kop geluld bij mij. Godsamme energie. Is je vader er nog? Ja, man. Dat is leuk. Nul komen. Dat is leuk. Over een half jaar als ik 200.000 volgers heb of mijn eerste programma gepresenteerd heb. Ja, je moet daar volgen, hè? Op Instagram. Op Instagram en op TikTok. En als jullie een programma weten wat ik kan presenteren, laat het vooral weten. Want top. Dan kom ik even presenteren. Ga je nog gebruik maken van je cadeautje? Tuurlijk. Super. Dankjewel. Hey, dankjewel. Doei. Doei.